In tijd dat tijd krijgt een BV de kans om enkele diepgaande vragen te stellen aan zichzelf. Vandaag gaat Tom Waas tijd dat tijd met Tom Waas. Hier zijn uw vrouw. Ik begin te rappen, want de Pascal zit nog in de auto met ramen op een keer. Ik zie er slecht uit vandaag, maat. Maar... Lieve Tom, Reizen Waas is weer een geweldig succes. Proficiat. Merci. Maar al dat reizen, is dat niet vermoeiend? Gast, dat is onwaarschijnlijk. Ik heb dit jaar één keer 18 uur aan een stuk in een auto gezeten. Om van Antwerpen naar Zaventem te geraken. Dat zou nog goed. Volgende vraag. Beste Tom, waarom werk je zo vaak samen met dezelfde geluidsman, Pascal Braakman? Oh, dat is mijn eigen fout, hè. Godverdomme. Ik heb de ene keer die tijd te geven en voor de rest is hij mij altijd blijven achtervolgen. Iedere keer eten gegeven? Pak meer eten gegeven, denk ik, Pascal. Oké, beste Tom. Je bent echt een man van de wereld. Maar heb jij nog een advies voor beginnende wereldreizigers? Wel, als je heel veel wil reizen, dan moet je eigenlijk maar één ding hebben. Dat is een tv-zender die je gaat sponsoren. Lieve Tom, je hebt bergen beklommen, woestijnen doorkruist en zelfs een kanaal overgezwommen. Enfin, geprobeerd. Zijn er ook dingen die jij zelfs niet durft? Wel ja, er is één ding dat ik echt nooit, moet nooit niet meer gaan durven. Dat is de badkamer binnengaan als Pascal in zijn pure stot te douchen. Nooit niet meer. Hoe weet je dat? Ik was erbij. Beste Tom. Je hebt ondertussen de halve wereld rondgereisd, maar wat zou je echt nog eens willen zien? Mijn kinderen. Godverdomme, zeg, ja, dat dossier, dat is echt waar. Hè? Ja. En dingen ook niet. Mijn vrouw, weet je dat? Oké, beste Tom, je bent ook bekend van je hit Dos Cervezas. Ken jij die een tekst eigenlijk nog? Ik niet, hè? Wacht even. Soms denk ik nog terug aan een tijd die ik nooit vergeet. Ik was in Spanje, het was ontzettend heet. De taal die sprak ik niet, het ging me veel te snel. Maar het Spaans voor twee biertjes ken ik wel. Dos cervezas, por favor. Dos cervezas, por favor. Dos cervezas, por favor. Elke Spanjaard neemt een snor. Dos cervezas, por favor. Beste Tom, ben jij eigenlijk gelukkig? Wel, ja. Ik mag de job doen dat ik het liefste doe. Ik heb collega's uit de duizend. Ik heb familie dat ik heel graag zie. En de Antwerp gaat terug naar eerste klas. Dus volgend jaar had ik niet ver moeten reizen om terug één op zijn bakjes te kunnen kloppen. We beginnen in Brugge. Merci.